Hallo allemaal. Vandaag wil ik het hebben over eigenlijk mijn nieuwe markers. Ik heb nieuwe markers gekocht en ik moet zeggen dat het tot nu toe met wat ik heb getest het toch wel aardig doen. Ik heb alvast om ervoor te zorgen dat we kunnen kijken hoe ze een beetje mengen en een beetje doen, heb ik wat vakjes gemaakt. En daar gaan we gewoon kijken om wat kleuren in te mengen. Om van tevoren erbij te zeggen, de markers die ik heb gekocht, die komen in per 6 stuks. Ik heb ze al gesorteerd, dus het zijn niet de 6 stuks die je dan ook echt krijgt. Er zit, by the way, een heel irritant onderkantje in. Ik probeer dat er netjes in te houden, maar dat gaat vrij lastig. Dus de kleuren die heb ik zelf nog een keertje geherordend, zeg maar. Dit zijn bijvoorbeeld alle blauwe kleuren en ik heb dan toevallig één bruine kleur over. Omdat bijvoorbeeld, dit zijn ze allemaal. Dus zo heb ik ze een beetje gesorteerd. Dus een beetje de roze-achtige tinten, een beetje de gelige en dan de blauwe. En dan heb ik toevallig dan één bruine over. Eens even kijken. Ik heb een aantal vakjes en we gaan eens gewoon kijken hoe ze mengen en hoe het voor de rest werkt. Ik zal het in een timelapse doen om ervoor te zorgen dat het niet te lang duurt allemaal. Dus succes! Zoals jullie hebben gezien, ik had wat struggles met de markers. Wat het was dat bijvoorbeeld bij de eerste, bij de bruine, dat was deze. Was het zo dat die niet zo heel erg goed afzetten. Dus op het moment dat ik hem pak en ik zet het vlak goed tegen het papier aan, dan wil die, kijk, nou toevallig wel, maar hij moet zichzelf een beetje warm maken. Dat is een minpunt, vind ik. In principe, als je een marker pakt, moet je gewoon right away kunnen tekenen of kunnen vullen. En als dat niet kan, ja, dan is het eigenlijk gewoon een slechte marker. Hier heb ik in principe alle markers gesorteerd in de rijtjes. En het zijn markers die voor als je gaat beginnen met tekenen bijvoorbeeld of echt voor het begin, denk je dat het redelijke markers zijn. Ik heb ze gekocht bij de Kruidvat. Ze waren 2 euro voor 6 stuks. En ik moet zeggen, ja. Als je nog nooit een marker hebt gehad, oké, prima. Ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld ook nog artiestenmarkers. Die heb ik momenteel alleen nog maar in grijs kleuren. Maar die gingen eigenlijk meteen vanaf het eerste begin. Zetten ze goed af, mengen ze goed. Dus als ik meerdere stroken doe en je gaat er daarna weer terug overheen, dan mengt die lekker. Dus zelfs op gewoon normaal papier zoals dit, kan je er wel degelijk
donkerdere kleuren mee krijgen. En hij mengt vrij snel. Dus dat wil zeggen, van de lichte kleur naar de donkere kleur loopt hij mooi vloeiend over. Dan moet ik zeggen dat het bij deze ook aardig gaat. Je ziet hier en daar nog wel wat streepjes zitten. Maar over het algemeen, voor een goedkope marker valt het te doen. Bij die hele lichte geel, dus in dit geval nummertje 38, daar staat op pale yellow. Ja, hij is wel heel vaal inderdaad, maar echt geel, ja, soort van. Je ziet duidelijk strepen staan en dat werkt gewoon niet. Hetzelfde geldt bij die groene, er is gewoon iets misgegaan met het mengen. Dus dat is gewoon een fout van de marker of ja, een fout van mij. Dat moeten we eventjes in het midden laten. Maar over het algemeen, voor beginnende markers is het redelijk. Ik zou ze persoonlijk gezien net aan een voldoende geven, omdat ze qua kleur wel goed overeenkomen met wat er op de dop staat. Want dat is ook zoiets, dat heb ik ook een keer meegemaakt met markers, die eigenlijk niet echt de juiste kleur waren die op de dop stond, of nou licht afweken. Ik heb zelfs eigenlijk al eerder voor mezelf geprobeerd om deze twee te vergelijken. Dat is nummer 7 en nummer 8. Ja, die zijn over het algemeen wel wat meer dezelfde kleur, zeg maar. En ja, het wijkt heel weinig af. De kleur op de dop lijkt echt hetzelfde, maar ze zijn wel iets anders van elkaar. Dat wil zeggen dat de 7 ietsje warmer roze is dan die andere. Voor de rest denk ik dat het, ja, nogmaals voor het begin prima markers zijn. Maar ik denk dat, ik doe bijvoorbeeld de opleiding design op de Haagse Hogeschool. Ik denk dat het voor deze opleiding bijvoorbeeld in het eerste jaar prima is, maar dat je verder daar weinig mee kan. En dat je toch echt of wat betere markers nodig hebt, zoals bijvoorbeeld deze. Ik moet zeggen dat de vorm van dit, omdat ze een beetje driehoekig zijn, wat beter in de hand ligt dan die vierkante dingen. De dop is vrij stevig. Misschien iets te stevig. Dus je kan er niet mooi van afhalen. Althans, daar heb je echt wel een beetje kracht voor nodig. En met het erop zetten is het ook niet altijd even prettig. Daarnaast heb ik bij sommigen gemerkt dat de stift een beetje los, kijk, je zit een beetje los van ja, de binnenkant. Dus je kan hem er wel weer indrukken, dat is in principe geen probleem. Maar ja, het hoort niet. En bij deze is dat zo goed als niet zo. Die stift zit gewoon vast en daardoor heb je dus niet dat als je de dop ervan aftrekt, dat je ineens een halve stift in je handen hebt. Dus ja, net aan een voldoende. En dat heeft dan echt te maken met dat het voor de prijs aardig mengt. En dat het goed te doen valt. Nou, vond je dit nou een leuke video en dacht je bij jezelf, ik wil hier meer van zien. Abonneer je dan op het kanaal. We gaan echt wel wat meer in. Wat voor soorten kan je gebruiken in technieken die je leren om het tekenen onder controle te krijgen. En wat kan je allemaal met tekenen, zoals bijvoorbeeld dit. Dan denk ik dat dit echt een goed kanaal is voor je. Vond je het een leuke video? Laat een duimpje achter. Vergeet niet te subscriben of te volgen. En dan tot de volgende.